Dankjewel, Joep. Mooie, mooie bijdrage. Thomas Acta zit hier. Nou, die hoef ik niet voor te stellen. Dag, meneer. Dag, meneer. Hoe gaat het met Thomas Acta? Waar was je toen je hoorde dat, dat de hele boel op slot zou gaan? Speelde je? Nee, ik was gewoon thuis. Dus ik ben niet bepaald een slachtoffer van deze... Ik had het zelf al vrij gepland om een boek af te maken. Ja, je was dus thuis. Je had geen theater... We waren al gestopt. Ja. En met wat was je gestopt? De voorstelling Motel. Ja. Daar had ik 122 keer gespeeld. En in januari waren we al gestopt. Dus ik had vrijgenomen om het boek af te schrijven. Wat voor boek gaat het worden? Het tweede roman. Ja. Heel geestig. Maar dit is niet echt dat je denkt, ik ga het kopen. Jawel, maar het is nog niet uit. Dus als ik het nu ga promoten en mensen lopen naar de winkel, dan zijn ze teleurgesteld. Het is nog niks nu. Maar heeft het de titel? Moet nog gedrukt. Het heeft de titel. Kan je die dan misschien noemen? Jazeker, scenario. Je vindt niet dat het interview goed gaat, geloof ik. Ik probeer gewoon dingen uit te trekken. Ja, dat is goed. Ik wist niet dat ik de titel... Nieuws, okay. U heeft een nieuwe presentator nodig. Ja, nou ja. Maar goed, dat is nog een lange weg. Scenario. Scenario. Gaat over twee jongens op de filmacademie in New York. Ja, komt die aan. Heel goed, heel goed. En die raken toevallig bij een afpersingszaak betrokken. Het is, ik heb me kostelijk vermaakt weer. Ja, je vorige roman, althans wat ik van me kan herinneren, was dat het filmisch geschreven was. Ja, dit is nog veel erger. Nou, dat lijkt me ook wel. Ja, want nu leer je ondertussen ook nog eens een script schrijven als je... Tenminste, voor zover ik er verstand van heb natuurlijk. Maar ik heb me wel vermaakt, moet ik. Soms dacht ik ook wel een kolder. Ben je al klaar ermee? Ik ben klaar. Drukker? Nou ja, het ligt nu bij de uitgeverij en die vragen dan meestal... Kan er nog een hoofdstuk bij? Meestal kan er nog een hoofdstuk af, of niet? Ja, dat wel. Maar in mijn geval niet. Wij zijn theatermakers. Wij weten wanneer we moet stoppen. Aan het babbelen zijn en wanneer we een verhaal aan het vertellen zijn. Ja, heer. Ja. Waarom zit je hier? Ja, je bent ook werkloos geworden natuurlijk. Ja, ik ben werkloos. Hele Dolly. Ja, dat zei mijn vader. Mijn vader is vandaag jarig, die belde ik op. Toen zei hij, hoe gaat het met je? Ben je nog steeds werkloos? Klinkt heel raar. Ja. Maar het is wel zo. Ja, goed, het is zo, ja. Het is waar, dus de artiesten hebben er nooit zo goed eruit gezien als in de afgelopen maanden. Is heel veel mensen zijn afgevallen. Hartstikke afgevallen, bruin, gezond. Hier zit het voorbeeld van de uitzonderingen bevestigde regels. Je bent toch bruin? Ja, dat is wel waar. Zeg, over de hashtag Black Matters. Waarom ben jij hier? Waarom zit je hier? Ik ben hier om mijn collega's te steunen. Want ik red me wel, maar het gaat meer om... De mensen die in dienst zijn van theaters, die nu niet meer open zijn of die nu niet meer spelen. Het gaat om mensen die net afgestudeerd zijn en nou ineens aan de kade staan en de boot is weg. Ineens examen kunnen doen, dat was zo schrijnend. Mijn nichtje zit op Maastricht, die zit ook al. Je krijgt les. De toneelschool Maastricht, sorry. Ja. Die krijgt les via een camera. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als met z'n 12 in een lokaal. Een stuk of een scène helemaal doorgronden en weten waar het over gaat. Ja, en ook weten dat je dan je eindexamen hebt gedaan, dat je diploma hebt. Dat gevoel krijg je niet. Ja, je hebt coronadiploma's. Dat is aan de andere kant, we redden ons wel wat dat betreft. Want talent drijft ook boven zonder diploma's, zeg maar. Zeker. Maar je mist enorm. Ik ben expres naar de toneelschool gegaan, omdat Jeroen Krabbe zei dat ik dat moest doen. Hoor. Want Jeroen Krabbe zei, je kan het in de praktijk leren, maar dan doe je er 10 jaar over. Ga naar school. En in 4 jaar mag je alles doen. Dan heb je een speeltuin en niemand vindt het raar, want het is nog binnen de muren. Dit gezegd hebben, is Jeroen nooit aangenomen op toneelschool. Nee, en jij hebt Paul de Munnik ontmoet op de toneelschool. Ik heb Paul de Munnik, ja. Dat was op de Kleinkunst. Dat was hetzelfde gebouw. Maar ja, precies. De mensen die nu afstuderen, daar zou ik een lans voor willen breken. Ik zou eigenlijk willen zeggen dat de gezelschappen die subsidie krijgen nu van die 300 miljoen... en we krijgen nog 30 erbij, geloof ik ergens... Als die toch dat geld krijgen, neem dan in ieder geval de mensen aan allemaal die van school komen. Ja. Zodat ze dat jaar in kunnen lopen. Je kunt altijd mensen gebruiken op het podium. Ja, er waren ook veel vierdejaars die ook een mooie stageplek hadden geregeld. Ja. Het gaat allemaal niet door. Nee. Dus geef die mensen weer een kans. Maar ik zag de gitaarkoffer al bij, daar ben ik heel blij om. Ik neem aan dat de gitaar er ook in zit. Zeker. En dan ga je een stuk voor ons spelen. Het is ook wel eens anders geweest, inderdaad. Die wordt gebabbeld. Eén keer was het net een best aardig verhaal terwijl ik dit doe. Dat ik had mijn gitaar bij Paul in de studio laten staan. Dus het leek me logisch dat hij hem zou meenemen. Paul zelf vond dat ik voor mijn eigen gitaar moest zorgen. Dus ik had geen gitaar, maar we moesten wel optreden. Nou woont toevallig in Zeeland, waar we moesten spelen, de enige andere linkshandige gitaar van Nederland. Dus ik stond al op het podium. En toen kwam Pascal Jacobsen aangerend met een gitaar van huis. En die gaf hem aan. En ik begon het tweede nummer te spelen. Heel goed, Paul. Wat ga je spelen?
Ik denk niks meer. Als dit een goed verhaal was, dan moet ik mijn hand niet overspelen. Dan moet je overheen kunnen gaan. Dan moet je overheen kunnen dus gaan. Ik zou naar de volgende... Ik dacht, ik speel Mijn Huis zonder tierlantijntjes. Dat is uit de vorige show. En zoals dat gaat... Je hebt een nummer geschreven, dat betekent iets. Dat gaat letterlijk over datgene. Maar toen ik eenmaal weer op het podium stond... nadat ik niet meer met Paul gespeeld had... dus 3, 4 jaar later of zo... begreep ik dat Mijn Huis het theater was. En toen vond ik het pas echt leuk om te zingen, zeg maar. Ga je gang, zou ik zeggen. Daar ging het over. Je mag alles met me doen, wat ik niet graag zou doen met jou. Zolang we maar allebei geloven dat ik weet wat ik doe. En ik kan heel de wereld aan, zolang ik jou maar naast me weet. We gaan echt wel 30 uren in een dag, er zijn 6 uur die de rest vergeet. Maar er is één ding dat je nooit vergeten mag. Zeg het maar hard, maar oh ik meen het, kies je niet in mijn lieve lach. Dit is wel mijn huis. Denk te gebruiken, kent me slecht. Dit is wel mijn huis. Dit is mijn huis, ik woon hier echt. Doe of je thuis bent, woon me uit. Maar wie me denkt te gebruiken? Ik ben je allerbeste vriend. Ik ben de leukste man op aard. En hey, dat zeg ik niet. Luister naar de man die zingt. Zijn stem is mij veel waard. Als hij zegt dus dat ik deug, wendel ik mij daar graag in rond. Maar hoor dus ook wat hij zingt. Dit is mijn huis, mijn huis waar je dus nooit aan komt. En er is één ding dat je nooit vergeet. Ik zeg het maar hard, maar oh ik meen het. Vergis je niet in mijn lieve lach. Dit is wel mijn huis, dit is mijn huis. Ik woon hier echt, doe of je thuis bent, woon me uit. Maar wie me denkt te gebruiken, kent me slecht. Dit is wel mijn huis, dit is mijn huis. Ik woon hier echt, doe of je thuis bent, woon me uit. Maar wie me denkt te gebruiken, kent mij slecht. Heel erg mooi, Thomas. Dank je wel, vriendelijk. Hoeveel mensen ga je tekenen? Vier, vijf academies in Nederland. Komen 12 mensen per jaar. Vandaan 60 mensen. Ja. Nee, want Maastricht neemt altijd 60 mensen aan om het daarna weer 40 uit te knikken. Ja. Dus 120. 120 man. Is dat goed? Het mag, het is goed gekeurd. Dank je wel. Van mij maar ontzettend bedankt voor je geweldige lied. Graag, dank je wel. Snel theater in als het boek geschreven is. En, Thanks for having me. Ja, als het theater open gaat, hè? Ja, slik er Waarom niet moet in. Ik dat, gewoon op het bord. Na 22 jaar slik je dat niet meer in. Maar ja, het ziet er zo gevaarlijk uit. Maar Thomas gaat tekenen op 120 man die allemaal bezig zijn om die toneelschool af te komen, theaterschool en een mooie carrière in het vak te krijgen. Ja, de jeugd. De jeugd, de toekomst. En een oproep aan de gesubsidieerde gezelschappen om misschien dit jaar een extra stagiaire aan te nemen. Wat zeg jij? Je hoeft alleen maar je handtekening. Ja, dat is ja, je mag ook je rekeningnummer niet. Nee, alleen je handtekening. En op een plek waar nog geen, niet over iemand heen, heen ja, ligt. Ja, dat principe was er wel. Oké, nee, je weet het niet. Heel goed. Oh, ik zie daar al. Ja. Moet jij niet pas op. Ik denk ook dat we een trapje moeten gaan aanschaffen om helemaal naar boven te komen. Op een stoel. Thomas, ontzettend bedankt. Geweldig. Dank voor het geweldige nummer. Cultuur in actie.